Tijdens de experience, zoals een bezoek aan het Haagse Museum wordt genoemd, worden bezoekers zelf de vluchteling. Inclusief oproepnummer en een familie die er opeens niet meer is. We hebben nog niets kunnen vernemen, ze hebben nog steeds de telefoon niet op. Maar neem in ieder geval, als er post voor jullie is, neem die post mee. Want er zit een document in dat je hier zo meteen wordt toegelaten. Dat is ontzettend belangrijk. En laat dat horen, bel mijn mobiel. Vervolgens worden bezoekers door het pand geleid, langs gebeurtenissen die je kunnen overkomen als vluchteling. Bijvoorbeeld dat je naam verdwijnt. We krijgen heel veel binnen via het journaal wat het is of wat er allemaal gebeurt in de wereld qua rampen en conflicten. Maar we kunnen ons er weinig een voorstelling van maken. Meestal sluiten we ons er zelfs voor af. Wij willen dat ze met een andere bril naar deze thema's gaan kijken. We willen dat ze iets meer snappen wat het is om in zo'n situatie te verkeren. Waardoor ze anders naar het journaal kijken. Waardoor ze misschien gaan nadenken over wat zij zouden kunnen betekenen om iets hieraan te doen. Het Humanity House wordt donderdag officieel geopend. En vrijdag is het museum voor één keer gratis te bezoeken.